doel heeft gestaan. Maar laat ons beginnen met de elf die Wim de Dekker de wei instuurt. En daarbij zien we twee wijzigingen achterin. Elf van Jonas Roek. Daarbij dus iets meer wijzigingen. Koen van Langendonk in de goal. En van achter een van de belangrijkste namen toch bij de Kempen. Mag het eens gaan proberen van op een stilliggende bal. Daar komt hij. Indraaiende bal. En de goede kopbal. En bijna de goal. Ja, helemaal. Zit er al in. We zijn nog geen drie minuten onderweg. En Noël Souma in zijn eerste basisplek sinds 31 oktober, toen tegen Deinze. Nog eens kijken naar een heel erg goed aangesneden hoekschop, heel scherp. Het hoofd van Noël Souma. Hij verzamelt zich voor de kooi van Tom van den Bergen. Eén hand in de lucht bij Van Eno, daar komt hij. Dat is een listig balletje en de kopbal en hij zal na de 0-2 van de lijn gehaald. Oh, wat scheelt het. Voor de dubbele voorsprong, maar net op tijd de meubelen gered. Sharouk heeft de kwikke voetjes, maar die komen vooralsnog niet echt tot zijn recht hier vanavond. De Belder naar binnen snijden. En een poging van ver. Ja, de eerste. Scoorde ook al vier keer dit seizoen. Is nooit een veelscorer geweest, maar nu toch al twee competitiematchen op een rij. Aan het kanon, daar komt hij. Het wordt inderdaad Hendrik zelf ook wel met de voorzet. Maar vindt dan de vuisten van Van Langendonk op zijn weg. In de herneming het schot van Quirijnen. En Van Langendonk kan nog net op tijd ontzetten. Dit leverde geen gevaar op. Deze bal in tegendeel vanuit de tweede lijn. Net op tijd Pinter gereageerd van Van Langendonk. De druk van Deinze. Van David Jensen. Daar komt de hoekschop met Janssens. Tweede paal. Goeie kopbal. Koen van Langendonk zit er nog net bij met zijn grijp. Alle hens aan dek voor de kooi van Koen van Langendonk. Want daar komt de vrije trap van Deinze. Verre genomen en de goal. De 1-1. De gelijkmaker van Deinze. En ja, je kan het wel verdiend noemen. Je kan het wel verdiend noemen. Christophe Janssens. Met een rechtstreekse vrije trap tegen zijn ex-club. Ja, dat zal hem wel deugd doen. Dat zal hem wel deugd doen. Goed, de linker van Christophe Janssens brengt Deinze op gelijke hoogte. Dat is toch wat grabbelen. Wat Koen van Langendonk doet. Zet nog een stapje naar voren. Dat is hem natuurlijk wat te veel eer aandoen. Als u denkt aan wie we die bijnamen in het verleden nogal hebben gegeven. Foster is opnieuw vertrokken bij Pritchinenko. Pritchinenko herstelt dan net op tijd, wilde ik zeggen, maar het ook nog de teen van Foster. Puikwerk wel van Van den Bergen buiten de lijn. Een wissel. Eerste aan de kant van Westerlo. David Okele mag gaan rusten. Speelde zeker wel in 23 matchen worden. Darcy. 1-op-1 met Pritchinenko. Stevig duel, maar Dacci is er wel voorbij. En dan een goede voorzet. En dan toch nog de goal voor Westerlo. De bank gaat uit hun dak. Net als het hele uitvak. Want toch nog de 1-2. Een kwartier te spelen nog. En een goede tegenaan van Thomas van de Kijbus. En nog eens kijken hoe dat gebeurde. Het was Dacci die zich daar goed voorbij Pritchinenko kon zetten. Dan kon terugleggen. Bal nog even gedeviëerd door Victor Bonen. En goed gevolgd hoor. Van de Kuiper. Ja, met de kop. Geen verhaal voor Van den Bergen. En de uitzinnige vreugde bij de meegereisde Kemphanen. Wordt dan niets mee gedaan. 19 jaar is hij. Thibaut Persijn nog steeds zonder contract bij Inter. Oeh, stevige overtreding van de Kuiper. En de rode kaart voor de Kuiper. Ja, Quentin Pinard aarzelde niet. Dat is toch een lichte domper op de feestvreugde. Want belangrijke schakel, dat sowieso. Nog eens kijken, ja. Het is effectief een tackle. En het is effectief een tackle langs achter. Op Alessio Stales. Maar het kan nog. Nu dan toch een van de laatste ballen. Nee, nu wordt er inderdaad afgefloten. Groot feest op de bank bij Westerlo en nog meer in het uitvak. Want de leider pakt hier een heel erg belangrijke driepunter. Het pakt 9-op-9.